Het idee in Nederland is om zoveel mogelijk beslissingen in de gezondheidszorg te decentraliseren naar de markt. Uit mijn onderzoek blijkt dat de beslissing om welke behandelingen vergoed moeten worden in de basisverzekering juist niet gedecentraliseerd mag worden naar de markt, maar dat die eigenlijk door de overheid genomen moet worden. Het feit dat de zorgkosten stijgen in Nederland en in de meeste westerse landen is op zich geen probleem. Het aandeel van uitgaven aan iPads is de afgelopen 10 jaar ook sterk gestegen, maar dat wordt door niemand als een probleem gezien. Dus zolang we meer geld uitgeven aan onze gezondheid op een manier die meer gezondheid oplevert dan het kost, is het eigenlijk prima. Er ontstaat pas een probleem op het moment dat we geld aan het uitgeven zijn aan behandelingen die meer kosten dan ze aan gezondheidswinst opleveren. Het lijkt in de zorg vooral om te gaan om de vraag wie beslist. Ja, dat is een groot probleem in de gezondheidszorg. Dus aan de ene kant is er een neiging om zoveel mogelijk beslissingen te decentraliseren, ook in Nederland. Zoveel mogelijk de beslissing te leggen bij de markt, dus in dit geval bij de verzekeraar. Maar uit mijn onderzoek blijkt dat de vraag van wat zou je willen vergoeden in een basisverzekering een probleem is wat niet door de markt opgelost kan worden. Dat zien we bijvoorbeeld in Amerika. Het probleem is dat op het moment dat een consument zijn zorgverzekering koopt, hij niet precies weet welke behandelingen gedekt worden door die zorgverzekering en hij helemaal niet weet wat die behandelingen opleveren. Dus de consument zou de neiging kunnen hebben om de waarde van bepaalde behandelingen sterk te overschatten. Dus er meer waarde aan toe te kennen dan die behandeling feitelijk oplevert. En daarom wil ze ook een verzekering afsluiten voor die behandeling, terwijl die behandeling misschien meer kost dan ze oplevert. En in Amerika weten we dat het geval is. En uit Amerikaans onderzoek blijkt dat er behandelingen worden vergoed door verzekeraars die meer kosten dan ze aan gezondheidswinst opleveren. In Nederland is het anders op dit moment. Het is de overheid die beslist wat er wordt vergoed in de basisverzekering. En uit mijn onderzoek blijkt dat dat eigenlijk een hele verstandige keuze is. Dat de overheid die beslissing neemt en niet de markt. De waarde van een levensjaar wordt in Nederland gesteld op 80.000 euro. Waarom wordt dat niet duidelijker gecommuniceerd? Ja, dus je hebt in zekere zin een prijs per levensjaar nodig. Dus op het moment dat je wil uitrekenen wat is de gezondheidswinst van een behandeling en hoe verhoudt die zich tot de kosten, dan moet je gaan zeggen hoeveel is gezondheid waard. En de manier waarop het in de economie gebeurt, is inderdaad dat er gezegd wordt een vol levensjaar, daar plakken we een bepaald bedrag op. En in Nederland is het bedrag wat het meest bekend is de 80.000 euro. En als dus een behandeling een vol levensjaar oplevert, dan levert het 80.000 euro op. Kost die behandeling dan een ton, dan zou je als econoom zeggen, dan maken we 20.000 verlies op. Die behandeling moeten we niet vergoeden. Die behandeling wordt dan niet in het basispakket vergoed. Maar levert diezelfde behandeling, die dus 80.000 euro oplevert aan gezondheidswinst, maar kost die maar, laten we zeggen, 50.000, dan is het een behandeling die vergoed moet worden door de basisverzekering. Is er ander beleid nodig? Nee, op dit punt is eigenlijk het Nederlandse beleid vrij goed. Dus het feit dat de overheid die beslissingen neemt en dat we die beslissing niet decentraliseren naar verzekeraars, is eigenlijk een hele verstandige beslissing. Het probleem is dat in de markt consumenten niet precies weten wat een behandeling waard is en daarom waarschijnlijk te veel behandelingen laten dekken door hun zorgverzekering, waardoor de kosten veel sneller oplopen dan op dit moment in Nederland het geval is. En dan krijg je een situatie die veel meer lijkt op de situatie in de VS, waar de zorgkosten veel sterker stijgen, terwijl de gezondheidswinst in de VS helemaal niet zo groot is ten opzichte van de kosten die daar gemaakt worden. Dus wat Nederland betreft zou ik zeggen dat er geen reden is om het beleid op dit punt aan te passen.